Dankjewel. Tot ziens. Ja, wij van KWF Kankerbestrijding zijn op zoek naar een locatie waar wij ons geld konden tellen. We zaten voorheen bij de Rabobank, maar die is verbouwd en daar zijn veiligheidseisen aan toegekend. En daarom kunnen wij daar niet meer terecht. Toen waren we op zoek naar een andere plek en toen hebben we eigenlijk via een contact van ons, Alice Nijmeijer, haar man, Emiel Nijmeijer, die komt hier vaker in het gemeentehuis en die heeft ons aangegeven van, goh, is het niet wat om in het stadhuis geld te gaan tellen? Nou, we hebben contact gezocht en contact gehad met mevrouw Lisbeth Tol en met haar gesproken en ja, het mocht. We mochten hier naartoe en daar zijn we ontzettend blij mee als KWF Kankerbestrijding. Ja, het is het huis van de stad zeker en al onze collectanten die toch allemaal in Almelo wonen, komen nu dit mooie huis bewonderen en hun geld inleveren. Dus mooier kan het eigenlijk niet. Wat schat u? Meer of minder dan vorig jaar? Ja, ik droom er altijd van dat het meer is dan vorig jaar. En dat hoop ik eigenlijk ook van harte dat het er weer een klein beetje meer geworden is. De economie is wat aan het aantrekken. Ik hoop dat we dat terugzien in onze opbrengst. We hebben natuurlijk ook de pilot gehad met de pinautomaat. Nou, wellicht heeft dat allemaal tezamen ertoe geleid dat we iets meer hebben dan vorig jaar. Dat hoop ik van harte. Vorig jaar hadden we 20.000. We weten aan het eind van de avond wat het ongeveer gaat worden. Nou, dat zullen we binnenkort kenbaar maken. Dank u wel.